Erik, hoe kijk jij naar de nuchterheid van deze kampioen? Want dat is hij nu al. Ja, ik weet niet of Marike dacht, want ik kan niet horen wat ze denkt ook. Maar wat ik, ja, de twijfel zeg maar, die hij heeft, eigenlijk, dit zei hij niet een dag voor zijn tijdritoverwinning. Nee. Ja. Dat was gewoon geen optie. Ik ga gewoon, bam. En nu is dat, zeg maar, blijft een optie, omdat hij heel erg bang is, en dat kan ik wel begrijpen, om onnodig energie te verspelen. Want Rio is nog steeds heel ver weg. En de Tour is al geslaagd. Dus hij hoeft niet meer. Maar dat is ook een gevaar op het moment dat je ja, eigenlijk begint zo'n tijdrit voorbereiding begint op het moment wat je net zag bij de bus. Je bent gefinist. En op dat moment telt maar één ding. En dat is over 22 uur wil ik gewoon die tijdrit winnen. Bam. En als dat niet is, en dat hoor je een beetje, dan denk ik, oké, dan ben ik wel heel benieuwd wat hij morgen gaat doen. Maar ja. Of hij nou wel of niet wint. Als hij elk jaar twee ritten wint, dan is het niet. Ja, ja. Zijn jullie er trouwens al uit wie de sportman van het jaar wordt? Het wordt lastig met Max Verstappen, Wout Poels en Tom Dumoulin. Ja. Daar gaan we niet zo makkelijk uitkomen. Alle drie. Alle drie, inderdaad, ja. Ja. Maar, ja, die analyse wel hier? Ja, die twijfel die hoorde ik ook wel, inderdaad, voorzichtigheid. En van de andere kant hoor je ook wel dat hij in zijn hoofd alweer ook met Rio bezig is. Van wat doe ik wel, wat doe ik niet, om daar zo goed mogelijk uit de bus te komen. Ja. Ja. Olympische Spelen. Jij haalde daar zilver in 92 in Barcelona. Je zou het bijna vergeten. Dat was een grote ervaring. Veel zeggen, ja, in de wielersport telt de Olympische Spelen eigenlijk veel minder. Voor Tom is het doel van zijn leven bijna. Zijn droom. Het is bijna atypisch, hè, voor een wielrenner. Dat het wordt steeds groter nu. Ja, volgens mij heeft hij ooit geroepen van, dat is mijn droom. Ja. Als klein jongetje had ik een droom. Olympisch kampioen worden. Bij de vrouwensport zie je dat het echt heel belangrijk is. Lizzie Armistead wil niets liever dan Olympisch kampioen worden in het begin van het jaar. Bij de mannen zeggen de meesten eigenlijk, maar ik wil Parijs-Roubaix winnen of ik wil de Ronde van Vlaanderen winnen. Dan hebben we het er veel minder over Rio. Hoe verklaar je dat, joh? Dat in de vrouwensport kennelijk dan toch nog groter en belangrijker is? Ja, je hebt daar niet meer een evenement zoals de Tour de France. Dus dat is toch wel het grootste evenement voor vrouwen buiten de Giro. Ja. Ja. Erik? Het is ook wat minder maakbaar. Hè? Kijk, een 400 meter hardlopen of zwemmen, dat is over heel de wereld hetzelfde evenement. Dus als jij bij de beste drie van de wereld hoort op de 400 meter hardlopen, dan ben je dat op de Spelen ook. Dan kun je daar een doel van maken. Nu kom je op een parcours terecht die gewoon, zoals ieder parcours, weer uniek is. En dan is het maar afwachten, kun je eruit de voeten of kun je niet uit de voeten. En er zijn heel veel belangrijke evenementen in het wielrennen. Maar ik In 1992 werd ik tweede, dat was de laatste Spelen dat er amateurs waren. In 1996 Atlanta was de eerste keer dat de profwielrenners naar de Olympische Spelen mochten. Ja. En dat was echt, nou ja, dan moest je bijna mensen zoeken om naar de Spelen te gaan. Maar dat is echt veranderd. Ja. Ik weet nog dat Gezink heel ziek was dat hij niet naar de Spelen mocht dit jaar. En nu is het hele profpeloton is echt wel met die Spelen bezig. Maar er zijn nog veel meer evenementen die ook belangrijk zijn. Tour de France of een rit winnen in de Tour de France. Ja, ik wil niet zeggen dat het hetzelfde is. Alleen, wat ik wel ervaren heb, ik heb 4 Olympische Spelen gedaan. De Olympische Spelen is echt het allerhoogste. Dat blijft, oké. Okay. En Tom heeft gelijk. En Tom heeft gelijk, bij deze, is gezegd. Tom heeft gelijk. Ook als mislukt, toch mooi dat hij ervoor gegaan is. Daar gaat het niet om. Nee, maar dat hij... Je moet ervoor gaan. Hij heeft een parcours, dat is voor hem gemaakt, bij wijze van spreken. En hij heeft gewoon van de winter besloten. Dat is het belangrijkste punt in het seizoen. En niet die Tour de France. Ik ga niet proberen bij de top 10 te rijden. Ik ga die Tour de France... Of proberen goud te halen, of zilver of brons te halen op de Spelen.